Hier hebben we Sharon van Rauwendaal voor de KNZB. Goedemiddag, Sharon. Goedemiddag. Ja, wat leuk. De KNZB heeft een aantal webinars bedacht. En we zijn heel erg vereerd dat jij bereid bent om mee te werken. Want voor heel veel zwemmers is het natuurlijk interessant om te horen hoe jij als Olympisch kampioene van de 10 kilometer in Rio. Dat is niet zomaar. Daar is er echt heel veel aan vooraf gegaan. En je hebt er ook een boek over geschreven, dus dat is leuk. We hebben zometeen een paar onderwerpen die we gaan bespreken. Mijn naam is Ronald van Ombergen, ik ben bestuurder van de Zwembond. Maar vond het gewoon heel erg leuk om jouw vragen te mogen stellen, dus dat vind ik ook wel gaaf om te doen. We gaan het zometeen wat algemeen hebben. Een beetje over de voorbereiding van een wedstrijd, hoe je dat doet. We gaan wat uitgebreider stilstaan bij motivatie. Hoe dat werkt bij jou en hoe je dat aanzet. De Olympische race willen we het over hebben. En tot slot over je boek. Hoe is dat nou met jou? Ja, het gaat wel goed. Het was wel een beetje gek natuurlijk. Je probeert toch iets thuis te doen. Je wil natuurlijk sporten. Ja, dus ik had wat dingetjes gepost ook op Instagram om een beetje fit te blijven. Dus ik sport wel iedere dag en dat houdt me wel fit. Dus eigenlijk gaat het heel goed met mij. Het is jammer dat ik niet kunnen zwemmen, maar ik vind dat oefeningen thuis of dat soort dingen vind ik ook leuk om te doen. Dus gaat goed. Oké. En het watergevoel is nog niet weg. Je hebt het nog, als je in het badje ligt, heb je dat nog helemaal? Want we zien jou regelmatig in een klein badje zwemmen. Nee, dat watergevoel is helemaal weg. Het is ook een paar keer niet zo mooi weer geweest in Frankrijk. En veel regen. En dan wordt het water toch iets kouder. En ook om erin te gaan, dan moet je steeds je wetsuit aandoen. En soms is dat niet echt motiverend om je wetsuit steeds weer aan te doen. En soms was het water te koud. En op een gegeven moment had ik een sunny tent. Dat is een tent die dan het zwembadje beschermt. En toen werd mijn water in één keer super warm. Dus toen kon ik wel veel zwemmen, maar toen had het weer een paar keer geregend. Maar ik denk dat ik er wel in 6 weken tijd heb ik er wel 10 keer in gelegen. Dus dat is wel prima. En dan deed ik ook een uur en dan had mijn horloge dan berekend dat ik 3 kilometer had gezwommen. Dat vond ik wel heel wat. Want ik zwem eigenlijk maar 2 meter in zo'n zwembadje. Ja. Maar door de slagen. Ja, heb je toch mooi 3 kilometer erop zitten. Ja, dat is best knap in zo'n klein badje ook. Ja. Ja. Hey, en wat is nou dat maakt dat je nu weer terug bent in Nederland? Want je bent gisteren teruggereden, vertelde je. Omdat ik schat in de kans dat ik in Nederland kan trainen, eerder kan trainen dan in Frankrijk, schat ik groter in. Want Frankrijk is gewoon een heel streng land. En hopelijk. Kunnen we dan hier snel trainen. Ja, oké. Dus je hoopt dat je binnenkort hier weer lekker aan de bak mag en kan zwemmen? Ja. Het is altijd wel even lekker om weer in Nederland te zijn. Je mag hier toch meer dan in Frankrijk. Frankrijk moet je overal een papiertje als je ergens naartoe rijdt. En dat is ook gewoon niet fijn. Dus ik dacht, als het zal in Nederland is het wat vrijer. En daar ben ik nu wel even aan toe. Ja. Een kijker die vraagt wat jouw favoriete badpak is. Weet jij dat te benoemen? Wat is je favoriete arena badpak? Ik heb een trainingsbadpak. Ja? Iedereen zegt altijd, of dan mijn moeder. Of ik krijg altijd van die gave badpakjes van arena. En met allemaal kleuren. Maar ik heb 1 soort trainingsbadpak. Maar dat is gewoon heel saai. Dat heb je wel in iedere allemaal kleuren. Dus gewoon roze. Ik vind hem gewoon mooi. Ja. Maar dat is gewoon, alles is dan roze. Geen logo's of geen rare dingetjes erop. Of eigenlijk leuke dingetjes. Maar dat model, dat zit zo fijn. En ik heb ook het gevoel, dat is het snelle model voor trainen. En dan doe ik weer zo'n ander model aan. Waar het dan hier wat vlakker is. Dus ik heb het over zo'n rond model, zeg maar. Dat het hier wat vlakker is. En brede bandjes heb ik. Mm-hmm. En dan heb je weer dunne bandjes. En dan heb je het gevoel dat je water vangt. En dan denk ik, die doe ik wel aan voor als ik een korte training heb. Of bijvoorbeeld bij inzwemmen, bij wedstrijden. Maar als ik 8 kilometer aan het zwemmen ben, wil ik me niet ergeren aan
dat het allemaal niet lekker zit. Dan wil ik gewoon kunnen trainen. Ja. Dus ik weet niet meer, het is volgens mij high-tech. Ik weet niet meer hoe die heet uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval ja, in één kleur en het zit heel lekker. Ja. En iemand vroeg ook hoeveel van die carbon badpakken je hebt. Ik weet dat ik op een gegeven moment had ik er wel 10 thuis liggen, denk ik. Maar dan had ik ook water en zwembad. En ik ben ook zelf iemand die een beetje een holle rug heeft. Dus ik heb altijd gewoon open rug. Dat vind ik fijn. Ook met open water en ook met binnenwater. En ik ben altijd gek op Carbon Air. Het racepak. En ja, in open water is dat dan lange en zwarte. Of, ja, nu komen er allemaal kleurtjes ook. Maar ik ben gewoon het liefst van het zwart. Oké, gewoon... Ja, het is wel mooi strak ook, toch? Zwart? Ja, vooral in open water. Kijk, binnenbad vind ik paars of roze ook gewoon mooi. Maar open water vind ik wel... dat is een heel fel kleurtje. Maar dan val je zo op in het open water. Ja, dat wil ik niet. Dus doe maar liever zwart. Oké. En is dat je dat niet wil om niet op te vallen voor je tegenstander? Dat je minder zichtbaar bent? Of gewoon dat je het niet wil? Ja, ook dat je... Je valt echt op als je daarmee zwemt. Ja. Maar ook... ja, ik vind dat je toch in zo'n groen of blauw badpak... ziet het er toch allemaal anders uit. Als je zwart aan hebt, lijkt je strak. Of ja, strak in het pak. En ja, dat groene, een beetje doorschijnend... Daar voel ik me niet zo fijn bij. Oké. Dat eerste deeltje wat we graag zouden willen bespreken met je is... hoe bereid jij nou zo'n wedstrijd voor? Want je vertelde, we hebben gisteren even gebeld met elkaar... ja, dat is een heel team... Maar kun je nou eens vertellen, hè? Dus in Rio, die week voor de start, wat gebeurt er dan allemaal? In Rio had ik ook 400 vrije in het binnenbad. En dat ging niet goed. En een paar dagen ervoor zei ik al tegen mijn coach Filip Luca van... ik wil ook niet echt taperen voor die 400, want ik kom echt voor die 10 kilometer. Dus ik hoef niet minder dan 6 of 5 kilometer te doen voor mijn 400 meter race. Ja, en ik kreeg als aandachtspunt van hem dat ik gewoon max af moest gaan. En dan kijken waar het schip strandt op 400 meter. Maar ja, dat was... Ja, ik ging gewoon sprintend in op die 400 vrij. En ik kwam niet goed terug, de tweede deel. Dus ik had boven mijn tijd. En toen heb ik ook de 800 vrij laten schieten. Maar als je dan die 400 vrij uitkomt, dan denk je, shit. Helemaal teleurgesteld, want dan ga je ook denken van ben ik niet in vorm. Mm-hmm. En dan kom je zo het water uit en dan staat alle media die staat daar dan en die zeggen, heeft Filip je verkeerd getaperd en dit en dat, en Femke had ook al de 100 vrij gezwommen in de estafette en toen hadden ze geen medaille, dus toen was Femke op dat moment ook bij mijn coach, dus mijn coach kreeg de volle laag van de media. En dan is het wel zo van, zijn niet in vorm. Dus dat ga je dan ook lezen, dat je niet in vorm bent. Maar ja, ik denk van, dat maakt mij echt niet uit. Ik heb die middag, heb ik mijn zus gezien. Die zat ook op de tribune. Dan heb ik even met mijn zus gepraat. En toen moest ik 's middags van Filip gewoon terugkomen om te trainen. Dus 's ochtends had ik me veel vrijgezommen. En 's middags kwam ik terug om te trainen. En toen moest ik weet dat het 6 kilometer was en ik zwom in het wedstrijdbad, want ik was voor de race, dus was ik daar. Toen had mijn zus me daar zien trainen en ze zegt, ik heb je nog nooit zo goed zien zwemmen en zo sterk. En ik moest 20 keer 100 of zo en dan een soort van pace aanhouden van 10 kilometer. Dat voelde echt heel goed. Dus vanuit die training liet ik gewoon die dag achter me, die 400 vrij, en dacht ik ben ready voor 10 kilometer. En dan heb ik die dagen daar heel weinig contact gehad met het Nederlands team. Want dat waren allemaal binnenbadzwemmers. En mijn tijden waren anders, want ik moest vroeg racen. En zij gingen later in de middag racen en 's avonds. Dus mijn ritme lag al helemaal anders. En ik weet dat het heel erg, niet dat ik me eenzaam voelde of zo. Maar ik was gewoon alleen. Ik ging alleen de bus in. En soms ging er wel iemand mee van de burgerleiding met mij. En dan bij het zwembad zag ik mijn coach. En dan ging ik weer terug. Alleen, dus ik had ook niet last van... Ja, dat
dat de zwemmers het niet goed deden op dat moment. Ik had helemaal nergens last van. Maar even, Sharon, heb je dat dan bewust gedaan? Dus jouw zus, die weet jou blijkbaar ook even in de goede stand te zetten en goede feedback te geven over zo'n training bijvoorbeeld. Zij is daarin belangrijk voor je, las ik ook. Ja. Is dat dan bewust dat zij daarbij is? Ja, ze woonde toevallig ook op dat moment in Brazilië. En zij woont in São Paulo. Nou, dit is Rio, dat is niet zo ver vliegen voor haar, een uurtje. En zij zwom vroeger ook en ze weet hoe ik zwem. En als er wat is, dan app ik haar altijd als eerste. Wat vind jij? En zij is een beetje mijn role model, zeg maar, waar ik tegenop kijk. En op dat moment dan trek ik liever naar mijn zus dan naar mijn ouders. Of het liefst naar mijn zus, want die ziet alle kanten, zeg maar. Of die bekijkt het allemaal goed. Oké. En dat je eigenlijk een beetje afzondert zo van het team, dat was ook bewust. Dat had je ook gedaan als het heel goed was gegaan met het team. Maak je daar een bewuste keuze in? Nee, dat was zo voelde ik dat. Ik moet gewoon, ik heb geen zin in mensen. Ik kan heel raar zijn met dat soort dingen, maar dan denk ik ook aan mezelf. Ja. En gewoon, niet dat ik dan zin heb in gezelligheid of zo. Ik had gewoon nergens oog voor. Ik had mijn oogkleppen op. De vorige Olympische Spelen was dat anders. Toen was ik ook jonger en dan kijk je naar alles. En nu was het gewoon, dit is mijn doel. En ik moet in dat tunnel effect blijven. Ja. Zo heb ik die week daar eigenlijk doorgebracht en heel veel appen met mijn zus over dingetjes of ook naar races gekeken van het zwembad over andere atleten die bijvoorbeeld favoriet staan die dan niet presteren. Zo kwam dan de Olympische race, de 10 kilometer. Ik moest een paar keer naar de Copacabana of twee keer ben ik geweest. Want je moet met open water ook kunnen dealen met omstandigheden. En ik ging daar één keer heen op donderdag. Ik moest op maandag racen. Dan zou ik even op het parcours zwemmen. Maar het parcours lag er nog niet. Dus dat was een uur reizen in de bus. En dat kost gewoon een hele middag. Maar ja, dat maakt niet uit. Oké, gaan we wel een andere keer. Toen ging ik ik ben er toch wel gaan zwemmen, maar niet op het parcours. Dus toen weer terug. Toen ging ik op zaterdagochtend met Ferry, Marcel Wouda en Maarten van der Weijden. Die was ook op het. En toen hebben we één rondje gezwommen, maar de finish lag er niet in. Ponton was weggespoeld. Het maakt niet uit. Gewoon. En dan gaan we met Ferry altijd even bij elke boei, zeg maar, kijken we even naar een punt waar we ons op kunnen focussen. Want je ziet die boeien niet liggen, die golven zijn veel te hoog en één boei is veel te ver. Dus dan moet je op een punt, zeg maar, kijken waar de boei ligt. En dan pak je bijvoorbeeld een boom of een gebouw. Maar ja, als je naar zee toe zwemt, dan is er geen boom of gebouw of niks. Dus dan is het een beetje op de gok. Dus dat hebben we die zaterdag gedaan. Maar om terug te komen naar het dorp, dat kost de hele zaterdag. Dus je moet ook niet stressen op een Olympische Spelen. Dat je twee dagen voor je race een hele rit hebt. Want Ferry en ik gingen terug met zo'n privéauto met de fysio. En toen kwamen we het dorp niet binnen. Want je moest die taximan, die mocht niet het dorp in. Of ook niet de village, zeg maar. En dat is op 3 of 4 kilometer afstand van het dorp zelf. Dus ik hoor jou dus zeggen, het parcours lag er niet. Er lag geen finish. Was van alles weggespoeld. En het is dus heel belangrijk om dan rustig te blijven en niet in paniek of wat dan ook, of daar aandacht aan te geven. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg jij er nou voor dat je daar eigenlijk geen last van hebt? Dat heeft door de jaren heen is dat gewoon wat. Dat ben je gewend nu. Ik weet het eerste jaar dat ik kwam kijken bij open water, dat was 2014. Dan moet je het echt leren, want in het zwembad ik kwam uit het zwembad en alles heeft een tijd en alles is, daar is geen regen, dat gaat gewoon door. En nu heb je regen, bliksem, te hoge golven, dus dan moet je ook kunnen rekenen op dat het
dag verzet wordt of een middag. Laatst bijvoorbeeld in Israël, toen werd het een middag verzet, hoorde ik. Ja, dat moet je maar mee kunnen dealen. Ja. En dat komt ook wel met ervaring, hoor. Dat hoef je niet te doen. Ja, oké. We moeten ook een klein beetje op de tijd letten. Hoe motiveer jij jezelf? Want als ik zie, ik heb nou de film bekeken, ik zie af en toe fragmenten van jou met je trainer. Het is enorm bikkelen. En ook wel inspirerend, moet ik zeggen, om te zien dat je dus blijkbaar zo ongelooflijk veel kan zwemmen zoals jij doet. Maar hoe motiveer jij je nou elke dag om dat allemaal te doen? Eerst gewoon in het trainen zelf, dat vind ik ook leuk. Als ik bijvoorbeeld geen pijn heb aan mijn schouder of geen klachten heb. Spierpijn is fijn. Ja. Geen klachten. Dan is het nog steeds leuk. Net zoals toen ik begon met zwemmen, vond ik zwemmen leuk, hardlopen leuk, alles was leuk. En nu nog steeds vind ik die challenges in de training ook nog leuk. En bijvoorbeeld je tijden verbeteren in de training of gewoon hard zwemmen. Dat vind ik nog steeds, is dat een passie. Dus dat is, dat motiveert mij. Wat maakt dat zo leuk voor jou? Want ik vind dat ook leuk, 2 keer in de week. Maar jij doet dat gewoon 3 keer per dag of zo. Nee, het is niet iedere dag leuk. Het is ook niet 2 keer per dag leuk of zo. Soms heb je ook echt geen zin om te trainen. Dat heb ik ook. Je gaat wel. Ja, want aan de ene kant denk je ook, nou, niet dat het moet of zo, maar ja, het is nu ook een beetje je werk en je weet ook als je niet gaat, dan kan het zo in één keer niet meer goed gaan. Dus dan kan je zo, medailles missen. En je doet het voor een podiumplek, of daar doe ik het voor, zeg maar. En vroeger deed ik het om mijn tijden te verbeteren, dat wil ik nog steeds. En nu met open water doe je het echt om een van de beste te zijn. En dat is ook mijn motivatie, want het eerste jaar bij Philippe Luca was heel zwaar, want je weet niet of je beter gaat zijn. Maar ja, dan in Berlijn had ik 4 medailles op het EK. En dan denk je, ja, hier doe ik het voor, nou gaan we door. Ja. Dan ga je naar Kazan, een WK, en dan heb je weer medailles. En dan denk je, nou gaan we door. En zo heb ik dat dan opgebouwd. Maar als ik het eerste jaar niet medailles had gewonnen, of niet goed, ook niet mijn tijd had verbeterd, dan zit je er heel anders, denk ik. Ja, ja. Dus het is, als ik het goed begrijp, is het ook de wetenschap dat als je, dat je moet trainen, hè, om goed te blijven. Hè, ja. Dus bang eigenlijk om minder goed te worden. Dat is het meer misschien. De angst dat het anders minder goed gaat. En dan vooruitkijken naar van, ja, weet je, dit is de manier om voor de titel te kunnen gaan. Ja. 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 Oké. Okay. En wie inspireert jou en waarom? En we weten dat als je het boek hebt gelezen en het artikel wat je in Helden hebt, een interview, vertel je over je vader die jou inspireert. Enorm gedreven is en altijd vrolijk. Kun je iets meer vertellen over waarom mensen jou inspireren en of er misschien ook sporters zijn die je inspireren? Ja, ik had Rafael Nadal. Dat vond ik wel een mooie sporter, want Kijk, misschien niet de mooiste techniek of ja, whatever, maar ik vind wel dat hij mentaal gaat hij echt tot het uiterste. Ook hij heeft blessures en dat vind ik dan, ik vind dat wel mooi. Nee, niet, maar hij gaat echt gewoon totdat hij op de grond ligt. En dat vind ik heel erg mooi aan Rafael Nadal, dus daar was ik ook echt heel erg fan van. Vroeger in Frankrijk hadden ze ook een ster, bijvoorbeeld Laure Manadou. En die zwom 400 vrij en ik kan ook heel goed 400 vrij. En dat was, ja, dan wilde je net zoals haar zwemmen en net zoals haar zijn. Dus dat was ook een inspirerende vorm. Maar nu, ik vind Federica Pellegrini nog wel echt queen, zeg maar. Omdat, ja, zij heeft zoveel bereikt in de jaren. En ze gaat ook gewoon nog door. Ze kan al lang stoppen met zwemmen, maar ze gaat nog door. Want ze vindt het echt leuk. En dat vind ik ook een mooi voorbeeld, want zij vindt het ook nog echt leuk. Anders dan stop je al 8 jaar geleden of 10 jaar geleden. Maar zij vindt het ook, en het kan ook een beetje een verslaving zijn op een gegeven moment. Maar ja, mensen blijven elkaar wel in ieder geval andere sporters inspireren mij nog steeds. Ja, leuk. Ja, leuk. Nou ja, ik denk dat jij ook anderen heel erg inspireert op dit moment.
Even kijken, als we nog eens teruggaan naar de dag van de race, hè, die 10 kilometer goud. Hè, kun je vertellen, is het dan zo dat je dan die 10 kilometer indeelt? Die zegt, nou ja, weet je, de start doe ik dit, dan de eerste 4 kilometer zo, dan dit. En dan, hoe werkt dat bij jou? Hoe denk je van tevoren na over de indeling van je race? Door de jaren heen met Marcel Wouda zijn we er wel achter dat ik heel goed op gevoel zwem. Dus ik maak niet echt een plan. Het plan is daar even kijken, daar drinken, lang drinken. Goed kijken waar alle boeien staan. Dat soort dingen, dat is altijd een beetje het plan. Maar ik heb nooit een raceplan. Dus ik wist ook niet wat ik ging doen. Nee, het enige idee is dan winnen. Ja, dat was, ik denk dat je voor een race, als je zeg maar kwam met, je mag nu niet starten, maar je hebt een medaille, zou je dan tekenen? Dan zou ik ja zeggen. Mm-hmm. Maar als je dat had gevraagd toen ik het water inliep, zou ik nee zeggen. Want het was ik weet niet, ik liep het water in en dan moest ik naar de voorstart zwemmen. En toen dacht ik al dat ik hem had, de medaille. Dat was een heel raar gevoel. Maar voor de start, dan zou ik, als je zegt, hier heb je de medaille en je hoeft niet te zwemmen. Geen goud, hè, maar bijvoorbeeld brons had ik getekend. Maar toen ik naar de voorstart zwom, dacht ik, ja, dit is hem. Dit is mijn dag. Ik ga winnen. Maar ja, dat wil ik niet voelen. Dat vond ik heel eng en niet fijn, eigenlijk. Oké. En wat maakte dat je dat voelde dan? Ja, want ik was heel, heel gek. Ik ging ook vlinderslag zwemmen naar de voorstart om even warm te worden. Maar ja, wie gaat er nou vlinderslag zwemmen? Dat is ook vermoeiend. Dan moet je nog 10 kilometer daarna. Maar nu dacht ik er zo over van, nou, dan ben ik even warm. Een beetje rugkrol, een beetje borstkrol, een beetje vlinder. En dat is een heel raar gevoel was dat. Oké. Het veld ligt klaar. Jullie starten. En vertel eens wat toen. Je gevoel, dat was goed blijkbaar. Wat ging je toen doen? Nou, we waren nu maar 25 zwemmers, of 26 dan. Maar normaal op een WK heb je wel dat je 80 aan de start bent, of EK 40, 50. Dus ik had al vrij snel door dat je, als je aan de achterkant van de groep lag, kon je heel goed nog die eerste zien. Dus bij de start ging ik gewoon rustig van start. Want als je voorop ligt, dan krijg je sneller klappen. Dus achter lag ik eigenlijk vrij rustig. Je had 4 rondes van 2,5 kilometer. En bij drinken wil ik altijd wel even goed liggen. Dat ik extra tijd neem om te drinken. Want ik ben nogal, niet dat ik sloom ben, maar ik wil het flesje wel helemaal opdrinken. Want het was erg warm. Ja. Toen dacht ik ook, bij even 300 meter, 400 meter voor drinken. Dus na 2 kilometer dacht ik ook even een paar krachtige slagen maken langs die meiden heen, zodat ik dan top 5 lig om te drinken. Maar ja, normaal kost tijd normaal om daar weer. En nu had ik het gevoel dat ik binnen 15 slagen, toen keek ik naar links en toen dacht ik, oh, ik lig er dan bij. Dat gaat goed. En toen ging ik drinken. Nou, lag ik weer achteraan, omdat ik gewoon de tijd nam. Want iedereen was aan het stress. Dat merkte ik ook. Iedereen was zo helemaal aan het trillen met die bekertjes. En allemaal gewoon een zipje nemen van dat bekertje. Of van dat flesje. Toen waren het nog flesjes, nu zijn het bekertjes. Maar ze waren allemaal, dat merkte ik ook na de eerste ronde. Nou, toen ging ik weer achteraan. En toen weer bij 5 kilometer lag ik. Dacht ik, oké, dan ga ik weer hetzelfde doen als net. Nou, toen lag ik in één keer top 2 met Aurélie, die toen bij mij zong. Kwamen als 1 en 2 door. Oké. Nou ja, weer drinken. Ja, en toen kwam, toen na 5 kilometer lagen de 10 meiden zo naast elkaar. En ik hou van de buitenkant, want dan kan je dingen goed zien. En toen keek ik zo naar links. En toen dacht ik, dit is niet goed. Zitten ze nou allemaal elkaar te bekijken? Blijven ze wachten totdat iemand wegzwemt? Wat is het? Zijn ze aan het stressen? Ja, toen kwam er weer een boei. En ik dacht, ja, we kunnen niet met z'n tienen die boei gaan nemen. Dus dan moet ik versnellen vanuit de buitenkant. Dus toen kwamen we met z'n drieën de boei. Dat ging met z'n drieën de boei ronden.
Toen lagen we nog 4 naast elkaar. En ik weet, Aurélie Müller, die mocht ik ook niet zo, die trainde bij mij. Maar zij was wel een van de favorieten op dat moment. Ik denk de favoriet eigenlijk in mijn ogen. En zij lag in het midden. En wij lagen zo met de 5 naast elkaar. Toen kwam er weer een boei. En toen dacht ik, als ik nou wegsprint, dan wordt zij verplet. En anderen ook. En dan lig ik op kop. Maar ja, ik dacht gewoon, ik weet niet wanneer ik dat ga doen. En in één keer bij één slag denk ik, nu. Dus ja, toen ben ik gaan sprinten als een gek. Net of ik nog 100 meter moest. Eigenlijk dacht ik niet na. Het was heel stom eigenlijk, als je erover nadenkt. Dus, ja, je had enorm kunnen verzuren achteraf. Ja, nee, ik was ook helemaal verzuurd. Ik was helemaal verzuurd. Ik ging naar die boei. En ik voelde geen getik meer op mijn voeten. Nou, toen was ik die boei om. Helemaal verzuurd daarna, na 200 meter. En toen voelde ik weer op mijn voeten tikken. Toen dacht ik, je bent toch ook stom ook, hè? Nou lig je voorop, helemaal verzuurd, helemaal moe. En dan, dus je gaat, ik praat heel veel tegen mezelf. Dus dan ben ik mezelf aan het uitschelden. Dan denk ik, ja, stom. Dit is toch weer dom. En toen op een gegeven moment, dan duurt het weer even, dan gaat de spanning weer zakken. En dan denk ik van, nou ja, blijf maar op kop dan. Nou is het toch gewoon, ja. En dan voelde ik ook die verzuring zakken van mijn benen, want ik verstuur erg op mijn benen. En nou, toen ben ik dat tempo op gaan voeren op mijn arm eigenlijk. En toen, dat duurde heel lang hoor, want ik heb 50 minuten op kop gezommen. Ja, dat is enorm lang. En dan, toen kwam ik eindelijk bij de 7,5. Langs Marcel Wouda, die normaal zou voeden. Maar ik denk, ik ga toch niet drinken? Ik bedoel, ik heb een sprint ingezet, dan ga ik niet drinken. Maar achteraf zeggen mensen dat dat geniaal was, want sommigen gingen wel drinken en toen kwam de groep uit elkaar, zeg maar. Ja. Maar dat is allemaal niet. Dus, en toen stond Marcel Wouda daar en die stond zo. En ik denk, wat zit hij nou te doen? Vindt hij het nou een goede move? En toen kwam het stuk dat je op naar zee ging, zeg maar. Daar was, stond het om ook. En toen dacht ik, oh, dit is net vlinderslag. Want het waren hele hoge golven. En dan ben je echt zo aan het zwemmen. Toen dacht ik, ja, daar ben ik goed in. Want ik kan heel goed vlinder. Dus dan ga ik een beetje mezelf helemaal ophemelen of zo. Dat ik dat goed kan en de rest niet. En toen moest ik nog, ja, nog 2 kilometer ongeveer. En ik durf niet meer om te kijken. Ik durf gewoon niet te kijken. Dat is zo'n naar gevoel. En het enige wat ik steeds dacht was, duw, frequentie, duw. En toen de laatste 1500, toen was het zo van, ik kijk achterom heel snel, maar ik zag niks. Toen ging ik nog een keer kijken en toen denk ik, Petters? Nee. Oh nee, wacht, het is een gat. En toen dacht ik echt, hoe groot is het gat? Dus ik weer, dus eigenlijk waar ik 2,5 kilometer eerder begon met sprinten, daar ging ik nog een keer naar die boei. En toen heb ik gekeken en toen zag ik eigenlijk dat het gat groter was dan dat ik dacht. En toen dacht ik, nu, het laatste 1500, je hebt niet 3 jaar getraind met Philip Luca om dan nu te gaan verzuren. Nu ga je ook door ook. Maak geen stomme fouten met boeien. En toen ben ik zo hard doorgezwommen. En bij de finish, die zag ik ook niet goed, want ik had een boot voor me met een vlag, waardoor ik wel superveel vertrouwen had in het parcours. Want ik hoefde alleen maar de boot met de vlag te volgen. Dat was alleen bij de Olympische Spelen zo. En, maar die ging een beetje schuin naar de finish. Dus ik wilde er eigenlijk, ja, een beetje langs kijken om te zien waar die finish was. Dus eigenlijk ga ik zo naar de finish. Maar goed, ik had zoveel voorsprong dat allemaal goed zat. En mijn coach had nog gezegd, want ik doe altijd tegenovergestelde wat Philippe zegt eigenlijk. Die zei, ja, je hebt de snelste 400 van allemaal, wacht de laatste 400. En toen kwam ik bij de laatste 400 en toen dacht ik, ja, nu dacht hij dat ik hier de snelste 400. Ik heb de snelste 400, dus ja, en toen kwam dat je de finishlijn zag. En toen, ik heb bruine lenzen in voor de weerkaatsing van het water. Ja. Zeg maar, en toen dacht ik nog, oh, die moeten zo uit. Ik wil niet op de foto met bruine ogen. Dus dat zijn allemaal dingen. Het gaat heel snel in mijn hoofd. En toen was ik ook met mijn sprint bezig. En toen wilde ik die plaats heel hard aantikken. En dan, ja, dan tikte ik dat aan. En dan komt er echt 3-4 seconden iets wat ik nog nooit gevoeld heb. Zo is dat. Dus, ja.
ja, toen ben ik snel mijn lenzen uit. Eigenlijk heb ik die in het water gegooid. Maar ja, toen zag ik daarna niks meer. Want ik heb min 4,5. Dus toen moest ik naar een boot en toen kreeg ik mijn normale lens. Dus daar dacht ik ook niet over na. Dus ja. Ik zag niks meer. Dus, maar de aanzicht daarna, dat was echt het Olympische gevoel wat je had, denk ik. Echt een Olympische overwinning. Waar je heel over had getraind. En dat dat gelukt was dan. Ja, ja, dat was ook een heel zwaar jaar. Dus iedereen dacht dat het niet meer zou gebeuren. Ik zelf ook. De dag ervoor misschien dacht ik ook, dat gaat niet gebeuren. Maar wat ik zei, toen ik het water in liep, toen dacht ik, ja, dit is mijn dag. Mooi. Ja. Mooi verhaal. Hey, ja, we zijn dik over de tijd heen, maar je vertelt zo vrolijk. Dus ik dacht, dat is ook leuk om te horen. Ik denk dat het voor de zwemmers ook hartstikke leuk is. Nou, tot slot, Natasja Weber heeft jouw boek geschreven, Bruut. Dat is een hartstikke mooi boek. Met ook een prachtige foto aan de voorkant. Dat was belangrijk voor jou ook, hè? Om op te schrijven hoe je tot nu toe... Ja, eigenlijk alles gedaan hebt. Van vroeger tot nu. Ja, ze vroeg vorig jaar toevallig aan mij. Mijn ouders zeiden vroeger altijd, je moet een boek schrijven met alles wat je mee hebt gemaakt. Ik zei, ja, goed zo. En toen kwam zij in één keer met die vraag. Dat of zij een boek over mij mocht schrijven. En toen dacht ik, ja, dit is je kans. Ja. En dan, maar ja, ik dacht op zichzelf. Ja, ik dacht normaal leven. Behalve dan... in Frankrijk dan. Maar als ik nu het zo teruglees, dan denk ik wel, ja, normaal leven is gewoon op dezelfde school ergens blijven. In de buurt blijven wonen en niet en allemaal rare scholen meemaken. Allemaal rare mensen meemaken. Dus toen uiteindelijk zijn we er toch wel iets... Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel een goed idee om er alles te vertellen. Ja. En ja, ik heb gewoon... alles verteld zoals het gegaan is. Dus ze heeft ook met mijn moeder gezeten, want die weet van jongs af aan allemaal dingen. Ja, dat weet ik zelf ook niet meer. Ze heeft met heel veel mensen gesproken en heel veel mensen wilden mee helpen. Dus het is uiteindelijk, ik vind het een, het is goed verteld en het klinkt ook echt als dat ik het vertel. Dus het komt ook echt over als ik. Dus ik vind het goed gelukt. Nou, mooi. Heel goed. Dus ja, daar mag je heel erg trots op zijn, toch? Zo'n mooi boek. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, en het is nog lang niet klaar, hè? Want Tokio, dat wordt nu uitgesteld dan door corona. Is dat waar je nu op gaat focussen voor de komende tijd? Was dat, ja, daar was ik al mee bezig natuurlijk. Ja. Maar ja, dat was wel de beste optie om het uit te stellen. En nu hebben we nog een jaartje extra om beter te worden, laten we het zo zeggen. Ja, oké. Nou, Sharon, we zijn door de tijd heen. Is er nog iets wat je wil meegeven aan de zwemmers in Nederland? Want die willen ook allemaal gaan zwemmen, maar dat mag nog allemaal niet. Ze kunnen binnenkort denk ik wel in open water zwemmen. Maar dan moeten ze wel een wetsuit hebben. Dat is ook weer duur natuurlijk. Of thuis, hè, de optie elastiekje ergens aan vast en in het oplaadzwembadje. Ik denk dat dat eigenlijk nog de beste optie is. Want ik had dat zelf ook, dat ik dacht, ik wil niet meer afhankelijk zijn van andere mensen. Bij iemand anders in de tuin gaan zwemmen die een zwembad hebben. Toen dacht ik, ja, dan kan ik thuis blijven en ik kan zwemmen. En ik denk dat het wel... Nee, ik vind dat mensen wel moeten genieten van dat ze nu ook meer tijd hebben om thuis te zitten. Met familie te zijn. Dus ze moeten maar gewoon een beetje genieten en thuis sporten, thuis zwemmen. Ja. Nou, dat is een hele mooie tip. Nou, Sharon, dank je wel. Ik wens je heel veel succes in de voorbereiding. Ik hoop dat je snel weer lekker kan gaan zwemmen en genieten. En namens alle zwemmers in Nederland heel erg bedankt voor dit interview. Het is erg leuk om te horen wat je zoal gedaan hebt. En we hopen dat je ook snel weer een mooie wedstrijden mag gaan zwemmen. Ja, ik ook. En ik vond het ook heel erg leuk. Goed zo. Doei doei. Doei doei. Is het gelukt?